massages. Je kijkt naar de kinderen, hè? Ze wel goed spelen. Priscilla is in een poesje. Dat is een lief poesje. Oh, oh, oh. Mijn lieve vriend, hallo Zilla. Ja, gekrapt door de poes. Bedankt voor de liefdevolle zorg. Nou jongens, dat was even een hele erge schok. Een rare poes, een hele rare poes. De poes die viel woesel aan, hè. Lekker knuffelen, hè. Hoi hoi, goedemorgen. Welkom aan deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En Zilla is hier een mooi tekeningetje aan het maken. Wauw, die wordt mooi. Vandaag weer een prachtige dag, het wordt vandaag lekker weer. Kijk, buiten schijnt de zon alweer. En vandaag, hey, weet je wie er vandaag gaat komen? Opa en oma gaan vandaag komen met de trampoline die Leon heeft gekregen voor zijn verjaardag opzetten in de tuin. Dat is leuk, hè? Kunnen we straks trampoline springen in de tuin? Nou, ik ga eventjes de kinderen aankleden. Maar we gaan even Luan aankleden. Kijk, Luan is er ook. Goedemorgen, Luan. Goedemorgen. Hey, wie komen er vandaag? Mitchell en Ryan. Je neefjes, hè? Ja, Mitchell en Ryan zijn zijn neefjes. Die komen mee en die komen meehelpen jouw trampoline op te bouwen, hè, jongen? Ja. Maar kom, we gaan eerst even aankleden. En we hebben haar Hello Kitty hemdje aan. Alleen, ik had deze jurk voor haar klaargelegd. Maar die wil ze niet aan, hè? Welke wil je aan? Die. Ze wil zich weer verkleden als een prinses. En nou, hier heb ik dit jurkje hangen. Die heb ik ooit een keer, toen ze nog baby was, op de rommelmarkt gekocht. Met Koningsdag voor 5 euro. Die heeft ze eigenlijk nog nooit aangehad. En vanochtend zei ze dat ze die aan wil. Dus ja. We hebben niet een feestje of zo, maar goed, ze wil hem graag aan. En dan kan ze even lekker als prinses spelen. Dus zullen we die maar aandoen dan? Ja. Ja? Mooi. Die mooi. Nou, die gaan we die mooi. Aandoen. Ja, die vindt ze mooi, hè, Luan? Ja. Kleine prinses. Vandaag is het prinsessendag met Lucilla. Ik ga toch weer even mijn kast in, jongens, want ik wil toch weer even wat anders aan. Ik vind het op dit moment zo moeilijk om kleren aan te doen, want niet alles meer past. Met name broeken en zo. Leggings zitten ook niet meer heel erg lekker, want die zitten precies over mijn buik heen, zeg maar. Dus dan zie je zo'n stream zo lopen, dus dat zit ook niet lekker. Dus ik moet het met jurkjes doen en deze zit een beetje losjes, als je snapt wat ik bedoel. Een beetje florig. Dus ik zoek weer even een andere jurk die ik kan aandoen. Mama komt zo. Misschien is dit wat. Dit is een jurk die heb ik volgens mij nog heel lang niet meer aangehad. En misschien dat dit wel een optie is. Dus we gaan even deze jurk passen. Nou, ik heb hem aan. Of ik hem mooi vind, weet ik even niet. Ik zal hem jullie even wat beter laten zien. Kijk, dit is hem. Heel charmant ook met deze sportsokjes eronder. Maar dan moeten we even niet letten. Ja. Ach ja, ik denk dat ik hem maar aanlaat. Ik moet echt een keer een nieuwe garderobe creëren voor wat ik nu een beetje aan kan. Ga ik weer door haar, sorry. Maar goed, we doen het vandaag met deze jurk. Het wordt vandaag erg warm, dus ik heb geen zin in lange warme dingen aan. En leggings zitten niet meer lekker. Broeken zitten niet meer lekker, dus ja, je moet wat. Kom Sil, ga je mee naar beneden? Kom maar. Kleine prinses, ga je mee? Met wie ga je trouwen vandaag? Ga je met papa trouwen? Of met wie ga je trouwen? Met Luan? Ga je met Luan trouwen? Kom, dan gaan we naar Luan toe. Hey, wie hebben we hier? Spiderman! Hey Spiderman, wil je met deze prinses trouwen? Nee, ik hou niet van prinsessen. Hou je niet van prinsessen? Oh, ik vind je wel een beetje eng hoor. Dat is Luan maar. Dat is Luan maar. Nu gaan we dus met opa en oma en straks de neefjes de grote cadeaus uitpakken. Luan, ben je er klaar voor, jongen? Ja. Doe het hek maar eens open voor opa, want de auto ja. Staat daar. Kijk, en ik heb dit gisteren helemaal gemaakt, hè, oma. Ja, 16 tegels. Daar kan die staan. Kunnen die
Doe maar open. Ja. Oh, dat gaat goed. Hey, open. En daar zijn de grote neven. Die komen helpen de grote trampoline opbouwen. Want dat kan Luan nog net niet alleen. Hé, neefjes. Ja. Gezellig, jongens. Ga trampoline opbouwen. Ja. Dat is goed. Tik hem aan, man. Boxie. Hé, hey, Ryan. Boxie, jongen. Ja. Boy, man. Even zo, kijk eens jongens, ijzerlimonade. Hey, spring eens een keer. Zo, vet man. En laat kijken. Kijk hem. Hello. Kijk hem, kijk hem. Zo. Zo, 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 zo. Hier vallen. Lucella ligt even lekker op het bedje. En Luan, ik zie dat jouw trampoline al bijna klaar is. Ja, 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 ja. Hey, wauw. Kijk, ja, het net. Het is het trappetje. En dat is het trappetje. Trampoline. Dan kun je er makkelijk op. Ja. Maar hij ziet er mooi uit, jongen. Het is een grote trampoline. Ja, hè? Ja. Hij is zo heel groot. Nou. Nog hier, Luan. Dat is hij nog hoog. Salto. Het grote verjaardagscadeau is dan eindelijk op zijn plek. Ga maar springen. Weer zo mee. Dat is. De hondenschool van Bellinga senior en junior met de vier hondjes. Ja, ja. En nou. Kom maar, hier, oh, ja. Kijk. Zal ik bij de wasgroep. Asja, zit. Zit. Ja, nee, zit. Nee, wacht niet meer. Oh ja. Hoezo gaat nog even? Nou, de puppieschool is aanwezig. De neven zijn aanwezig. De afterparty is begonnen. Ik wacht u heel hard. Oh, we nog even mee. Lekkerheid. Hallo, maak u voor de over. Wauw. Hé, hey, wat zeg je dan tegen opa en oma en de familie, Luan? Dankjewel. Dat zeg je. Waarvoor? Dat is zo, hè? Hé, maar dan moet je. 1, 2, 3. Opa en oma zijn weer weg. Luan, waar gaan we nu heen? Ja, naar Mission Rijn even toe. Ja, want we... Zo graag de trampoline zien. Die hebben ook een grote trampoline. Neefje woont gelukkig lekker dichtbij op loopafstand. Dus op naar de overkant. En daar gaan de meisjes. Woesel en Pip bij grote neef Mitchell in de fietsenbak. Zo, jullie waren moe hè, Pipjes? Lekker liggen, hè? Lekker liggen, Mitchell. Hamburg, hè? Kijk, Hamburg. Lekker in Woesel en Pip. Dat is lekker. Ja. De bakfiets van neefje Mitchell. Nou, en daar komt mijn andere helft van de coast. Mevrouw met de baby in de buik. Zo en toch. Geweldig. Zijn we er jongens? Ja. Porsche, Porsche, Mitch. Oh, pupjes, kijk eens hoe groot die is. Oh, daar gaat papa ook zo meteen even in. Hé, hey, die is twee keer zo groot. Ja hoor, doe maar mee. Nou, zonder meisjes. Zolder. Wat goed zeg. Oeh, wat hoog. Wat de billetjes bij mij eten? Op de billetjes landen? Ja, op de billen landen? Oh, oh ja, met de buik.
kijk dan, kijk dan. En dan is daar, zie je dat? Ja, dat is wel. Trampoline les van neef Mitsen. Hey jongens! Yo! Zullen we nog strammelen? Nee. Oh. Op het bruggetje naar rechts in de speeltuin. Hoi, kijk, ze zijn hier gewoon een zwemmend kanaal. Vet man. Dat is cool. Kijk eens. Dat is een mooie speeltuin. Nou, Woezelen. Pippen liggen lekker bij papa in de schaduw. En hier is Woezelen. Lekker in de schaduw, hè. De zon is het veel te heet. Hé, en kijk eens wie daar ligt. Mijn zwangere prinses. Lekker spelen, papa en mama blijven hier knuffelen, oké? Okay? En Lucilla gaat weer van de glijbaan, jongens. Wauw, ben je helemaal naar boven geklommen? Ja, kom maar, ga maar eerst met de glijbaan. Als de meisjes eraf gaan, ga je wijpen schommel, goed? Kom maar. 1, 2, kom maar. Hoppie. Leon heeft de zandbak weggevonden, jongen. Mijn massage is een papa. Massage is erop. Vind je dat zo lekker? Wat ben jij aan het kijken? Wat is Woezeltje aan het kijken? Woezel die houdt te wachten, hè? Je kijkt naar de kinderen, hè? Of ze wel goed spelen? Ja, liefie. Goed zo! En dan eindelijk is Rommel gevonden. Oh, Silla, wat kan deze hoog? Wat kan deze hoog nu, Silla? Ik ben deze hoog. Kiekeboe. Oh, dit is een vlagje. Oh, mijn vis. Zullen we dan zitten? Gaan we weer naar huis? Ja. 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 Lucilla is in een poesje, zie je dat? Nee, dat is een beetje gewoon. Ik denk dat mogelijk. Dat is een lief poesje, hé. Ik denk dat mogelijk. Oh, oh, oh. Nou, Pipje, die poes die we zagen, die was toch niet zo blij? Wel met de kindjes, maar erg jaloers naar jullie. En je broertje nam het voor je op, toen is het broertje helemaal gekrapt. Maar nou is gelukkig mama al even hoe ze laten verzorgen. Kijk. Ja, ik vind mijn kinderen wel leuk. Oh, nou gelukkig, kijk. Je mag ook binnen hoor. Mijn lieve fans, hallo Silla. Woezel is alweer. Ja, mama die herkent ons al. Ja, ach Woezeltje. Ja, gekrapt door de poes. Eigenlijk zijn we zo overal thuis. Kom maar Woezeltje. Ja. Het lijkt wel een bevalling, mama. Je zit helemaal onder het bloed. Ja, het is heel heftig. Het ziet eruit, maar ja. Volgens mij valt het wel mee. Zijn tongetje nee, was denk ik. Volgens mij is het zijn mond. Oh, fijn hè, Luan? Ik denk dat het naar de dierenarts was. Nee, hij was gekrapt met zijn tongetje. En dan bloedt hij even. Wat is er nou aan uit? Nou, duim eens over deze mama van onze lieve fan. Hoe heet je dochter of zo? Aline. Nou, Aline, bedankt voor de goede zorg van Woezel. Nou. Omdat ik mijn dochter volg, zie ik jullie elke keer komen. Oh, bedankt voor de liefdevolle zorg voor Woezel. Hè, Woezel? Ja. Nou, en de buurmeisjes bedankt, hè. Nou, jongens, dat was even een hele erge schok. Want die poes die jullie net zagen in de vlog, waar Luan en Lucilla zo leuk mee het aaien waren, die viel opeens keihard onze puppy's aan wel 2 keer en hij bleef maar doorgaan. En waarschijnlijk heeft hij Woezel gepakt op zijn tong, want hij bloedde als echt een gek. Dus ik zat ook helemaal onder het bloed. En we schrokken er nogal van. Dus ik til ze nu eventjes. Oep. Gaat het weer, Woezeltje? Ja? Gaat het weer? En gelukkig mochten we bij de lieve mama net binnen eventjes Woezel schoonmaken en mezelf schoonmaken, want ik zat ook helemaal onder het bloed. En terwijl ik in de keuken stond, zei ze, oh, geef niet, man, ik ken jullie wel, jullie zijn de Wellinga's, mijn dochter kijkt jullie. Dus dat was wel heel erg grappig. Eigenlijk zijn we overal wel een beetje bij jullie thuis. Dus dankjewel voor jullie gastvrijheid. Echt nogmaals heel erg fijn dat we even bij jullie de pupjes weer mochten schoonmaken. Maar goed, we gaan nu naar huis. We zijn weer een beetje bekomen van de schrik. We gaan thuis lekker eten maken en dan is het alweer het einde van de dag. Oh, ik schrok er zelf ook van, jongens. Ik vind het wel heel zielig. De pupjes zijn toch ook een beetje je kindjes. Maar ja. Oh, een rare poes. Een hele rare poes. Maar ja. En we zijn weer thuis. Ja. Wat was er gebeurd, Luwe? Ik vond het zo zeer verwoest.
het goed. Ik vond het zo zielig, die Gaffink zo stom. En die poes ging toen het tongetje pakken van Woes en zo in bijten. En ze schreeuwen. Toen doet ze taartjes dicht. Ja. En toen kom je aan toen de aan. Ja. Die poes die viel Woesel aan, hè? En toen zag die poes. En toen deed hij dat nog een keer. Ja, twee keer, hè? Nu Woesel lekker knuffelen, hè? Waren we allemaal een beetje geschrokken. Ik ook. Ja. Alles weer goed, hè, Woesel? Alles weer goed, hè, liefie? Ja. Je blijft nog heel even op mijn schoot. Lekker knuffelen, hè? Het ruikt al heerlijk hier, want ik ben lekkere spinazie aan het maken. Spinazie, aardappeltjes en lekkere gehaktballetjes met choux. Lekker, lekker. Oh, hij is weg. Ik was het een beetje heet. Moet je een klein beetje blazen? Zullen we ook proeven? Een beetje appelmoes erbij. Met twee. Oeh, dat is lekker. Oh, ik hou zo erg van pannaas. Goed zo, jongen. Nou, eet smakelijk. En jullie gaan wel en pannaas. Geen appelmoes, want dat is toch niet voor kindjes? Nee, wij hebben geen appelmoes. Grote mensen bedoel ik. Nou ja, mag wel. Ja, soms mag dat wel hoor. Duimpjes omhoog! Geef niet abonneren! En een belletje klikken en andere video's kijken! Tot morgen! Tot morgen! Doei!